10 minuten over 9, dit is Den Haag FM. Ja, we gaan het hebben over klein leed. Maar als je echt fan bent van het clubje, dan is het heel erg zuur op dit moment. Het gaat namelijk niet best met ADO Den Haag. Gaan ze degraderen, hoor ik al in de wandelgangen hier. Waar komt deze voetbalberg, mag ik wel zeggen, met ellende vandaan? Aan de telefoon ADO-fan Marcel Bizarro. Hij heeft meer wedstrijden gezien dan je kunt voorstellen. Een echte kenner dus. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, 6 punten uit 10 wedstrijden, dat is niet al te best, hè? Waar ligt dat aan, denk jij? Ja, als je je 3 beste spelers verkoopt en wat er terugkomt is niet beter dan Brandhout, ja, dan kan je een paar keer verliezen. Ja, en was dat nou echt noodzakelijk? Zaten ze zo, stond het water zo tot aan de lippen? Hadden ze zoveel geld nodig op dat moment dat ze echt ook spelers moesten gaan verkopen? Nou ja, kijk, als een speler zelf niet meer wil, en ze krijgen er een hoop geld voor krijgen, dan zo gaat het bij iedere club, hè. En als je moet een beetje geluk hebben ook met de spelers die je kon halen. En als we hebben ook wel eens een keer Boelek ingehaald. En toen werd Den Haag ineens 5e of zo. Ja. Weet je wel. En nu, ja, je moet een beetje geluk hebben met die spelers. Ja. Als je toevallig een spits haalt die de 20 inlegt, dan sta je gewoon op het linker rijtje. Ja, die hebben ze op dit moment niet. Het gaat niet lekker. Jij als echte ADO-fan, je hebt heel veel wedstrijden gezien. Als je het zo inschat, wat kan het sportieve tij op dit moment nog keren? Moet er een trainer uit? Moet er een andere spits in? Laat je licht daar eens op schijnen, Marcel. Nou, ja, weet je, het moet een keertje meezitten. Dat is het. Ik heb best wedstrijden gezien, ook tegen Ajax. En ja, voor hetzelfde geld zit alles mee. En dan speel je 1-1 of... Ook tegen Utrecht begonnen ze hartstikke goed, stonden ze met 2-0 voor. Maar ja, toen ging Utrecht ineens voetballen en die maakte een hoop doelpunten. Ja, daar doe je niks aan, hè. Nee. En ik vind het zo slecht nog niet, hoor. Maar het moet een keer meezitten. En als het niet meezit, als alles tegen zit, dan haal je geen punten. Dat is nou eenmaal zo in de voetballerij. En ze hebben vaker series gehad of ze 6 keer verloren. Maar het komt altijd wel weer goed met ADO, hoor. Ja, nou, je houdt er gewoon nog hoop op dit moment. Ja, waarom niet? Het seizoen is 34 wedstrijden. Ja, maar... Vorig jaar stonden ze ook niet zo goed. En toen ineens gingen ze van alles winnen na de winterstop. En toen haalden ze nog bijna de play-offs. Ja. Maar, kijk naar Groningen vorig jaar. Die stonden onderaan. En die gingen ineens ook alles winnen. Ja, ik ga toch nog een heel klein beetje door met doemdenken. Ik ben blij dat jij heel erg positief bent. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn dat niet op dit moment. En het kan ook heel erg spannend worden. Hè? Want vanaf dit seizoen degraderen de nummers 17 en 18 rechtstreeks. Wat zou degradatie voor de club betekenen? Voor ADO Den Haag? Nou, het zou wel een financiële strop betekenen. Ja, en voor de supporters? Met de Chinezen beloven ook van alles. Maar er komt ook weinig van. Ja. Daar ben je nog steeds niet heel erg positief over, hè? Maar dat was je volgens mij vanaf het allereerste begin al niet. Nou ja, die zijn er wel een beetje tegengewerkt. Ook de club zelf en iedereen die er werkt. Maar die zijn ook afhankelijk van subsidies. Maar ja, als zo'n vent zegt, er komt een tweede ring bij en Europees voetbal. Dan denk je, nou, dat zou leuk zijn. Maar als er niet van komt, dan is het ook weer... Dan zijn het ook weer loze en valse beloftes. Hè. Het is niet altijd goed, die buitenlandse overnames. Nee. Nu zei je net wel dat de spelers die op dit moment verkocht zijn, hè, waardoor ze ook minder sterk natuurlijk in de competitie staan qua spel, dat die er eigenlijk ook niet zoveel zin meer in hadden. Heb jij het idee dat het huidige team wat er nu staat, hebben die jongens echt nog wel een beetje zin erin? En hebben ze nog een beetje vertrouwen in ADO? Heb je het idee dat ze echt wel een beetje gewoon fanatiek het veld op gaan? Jawel, natuurlijk wel. Maar het zit gewoon niet mee in deze periode. En als het een beetje mee gaat zitten, dan gaat het ook wel weer lopen. En als ze 2 keer winnen, staan ze bijna aan het linker rijtje. Ja. Je hebt het idee dat de motivatie er nog wel is? Andere seizoenen hadden ze 11 punten. Rond de 11, 12 punten de laatste 3 seizoenen. Dus, Nou, ik neem je even mee naar de actualiteit, Marcel. Want het rommelt behoorlijk ook intern bij de club. Wat vind jij ervan dat Ad Melkert, onze bekende Ad Melkert en John van Ringelestein, ik blijf dat een mooie naam vinden, zijn opgestapt. Is dat een goede zaak? Ja, ik weet het niet. Ik zie geen meerwaarde van een Melkert. Die zelfs zijn eigen partij in de politiek ook naar God geholpen heeft. Ik weet niet hoor, maar... Wat moet zo'n man in de voetballerij? Nou, hij heeft een groot ADO-hart, zei hij. Hij had een groot ADO-hart, zei hij. Ja, ik ook. Maar daar red je het niet mee, wil je zeggen? Nee, joh, maar
Dit moet op het veld gebeuren en niet in de Raad van Commissarissen. Nee, nee. Als we het daar toch nog even over hebben, wie zou er volgens jou zitting moeten nemen in de Raad van Commissarissen? Er gaan heel veel namen op dit moment de ronde. Maar goed, ik heb geen idee. Ik vind dat een bijzaak. Ik heb liever dat er goede spelers op het veld staan. Ja. Zou je het zelf willen? Zou je zelf wel de club willen aansturen? Ja hoor, als het beter verdient als mijn huidige baan, dan wil ik best in de club gaan zitten. Oh, vast wel. Ik denk dat ik het nog niet eens minder zou doen. Ik denk dat het aan de salariëringen op dit moment bij ADO helemaal niet ligt. Alleen dat de prestaties op dit moment een beetje achterblijven. Ja, wat ik ook nog wel met je wil doornemen, Marcel, want dat vind ik bijzonder. Dan komen we ook gelijk terug bij het feit wat jij bent. En wat je al jarenlang uitstraalt. Jij bent een groot ADO-supporter. Ondanks het feit dat het nu wat minder gaat. Hè, en je zegt al, we blijven gewoon hoop houden. Blijft die supporterscharen, die blijft groeien. En het aantal seizoenskaarthouders is nog nooit zo hoog geweest. Hoe verklaar je dan dat succes? Bij een club die toch eigenlijk een beetje een neerwaartse spiraal kent op dit moment. Nou, er gebeurt niks meer op de tribunes. En de mensen vinden het volgens mij best wel gezellig. Ja, het is best een aardige sfeer altijd. Ja. Maar je wil ook wat zien, toch? Je wil ook wel een beetje dat je club hier een beetje presteert. Ja, de afgelopen seizoenen hebben ze prima gepresteerd. Alleen nu, ze blijven het even achter, maar dat komt ook wel weer goed. Ja. En zo niet om degraderen, want er is geen man overboord. Dan zien we volgend jaar weer wat andere shirtjes. Ja. Dan had ik het vanavond met mijn zwager er nog over. Die zit een beetje in de muziekbusiness. En nou goed, jij zit dat ook. Hè. Je bent niet alleen voetballiefhebber, maar je hebt ook een heleboel verstand van muziek, ook hier in de Haagse regio. En toen dacht ik om die inkomsten nou een beetje op te krikken en een beetje meer geld richting ADO Den Haag te trekken. Toen dacht ik van ja, maar ik ben bijvoorbeeld bij het concert geweest van Marco Borsato, vergeef me, in de Kuip. Maar dat was qua sfeer en setting en kleine stoeltjes daar niet fantastisch. Zou ADO niet veel meer geld kunnen genereren om gewoon dat stadion open te gooien voor andere dingen? Bijvoorbeeld voor concerten. Ja, ik snap nog steeds niet waarom de Golden Earring niet samen met Direct in het stadion speelt. Misschien zijn ze bang dat het kunstgras eraan gaat. Ja. Nou ja, ADE ja, is in de arena maar geweest en het gras lag er gewoon keurig netjes bij. Dus dat kun je gewoon regelen. Ja, tuurlijk. Nee, maar weet je, ik snap ook wel een hoop dingen niet. Het blijft natuurlijk een veredelde amateurclub, ADO. Hè. Als je ziet dat het allemaal bestuurs. Het is altijd onrustig. Het is altijd. Ja, er gebeurt altijd iets. Never a dull moment, zeggen de Engelsen. Ja. Is ADO eigenlijk helemaal, zeg je daar eigenlijk iets mee dat ADO eigenlijk helemaal geen eredivisieclub is en dat ze eigenlijk een divisie lager zouden moeten spelen? Nee. Dat niet? ADO is wel degelijk een eredivisieclub, maar als ik een keer een voorbeeld mag geven, een paar jaar geleden was er een open dag en dan speelden we tegen Swansea. En er waren er heel veel mensen daar, weet je wel. Kwamen er ook mensen op af en dan hadden ze achter de kool niet eens de tribune open. Die hebben ze later alsnog open gegooid. En dan denk ik van ja, je kan toch verwachten dat als er een Premier League club komt waar de Den Haag supporters mee gelieerd zijn, dan dat je er wel wat meer toeschouwers en dan heb je zo'n fanshop en dan staan daar, dan hebben ze maar één kassa, weet je wel. En dan komen er 10.000 mensen op zo'n open dag. Ik denk, ja, kan je dan niet wat beters verzinnen? Dat je wat extra kassa's. Dat stond een lange rij om dingen te mogen kopen. Ja, dan haken de mensen af. Ik zie het allemaal een beetje amateurisme, weet je wel. Ja, nou, ik was een tijdje geleden nog. Toen stond ik inderdaad ook in die fanshop. En dat was gewoon een reguliere wedstrijd. Niet eens heel erg bijzonder. Maar ik moet je zeggen, toen was het al dringend in die fanshop. Dat is inderdaad, het is misschien het minst belangrijke rondom heel ADO Den Haag. Maar mochten de ADO Den Haag mensen, de bonzen, dit terugluisteren, gooi er even een kassa bij. Want ik denk dat je nog veel meer omzet kan draaien. Het is te klein. En als je dan ziet waar de interessante mensen altijd nog even een broodje krijgen en een gratis kopje koffie. Dat is allemaal groot opgezet. Maar juist die fanshop. Een paar extra pinapparaten, dat zijn de kosten niet. Nee, en dat verdien je uiteindelijk natuurlijk ook weer terug. Ja, tot slot Marcel, op het moment dat jij dan toch zou kiezen voor een, ik gok zomaar dat je een mooi salaris daar bij ADO zou kunnen krijgen. En jij bent daar de baas, zeg maar even de nieuwe wang in deze. Wat zou jij echt per direct veranderen bij ADO Den Haag? Ik zou als een soort, ik zou naar iedere nederlaag trainen ons land. Oké, okay. Nou, dan had je er nog dus je er dus ik wil er mij beter niet aan nemen. Nee, hoor. Dat is ook gelul, maar ja, ik weet niet. Ik zou zorgen dat er wat betere spelers kwamen. Maar ja, als het geld er niet is, dan houdt het op. He. Nee, maar stel dat je wel een potje hebt. Wie zou je willen aantrekken? Ja, wie wilde bij Den Haag spelen op kunstgras? Weet niet, maar ja, voor geld is iedereen te koop. Ja.
Mike van Duin hebben we trouwens ook weinig meer over gehoord. Het is ook wel jammer dat hij eigenlijk zo snel toch is weggegaan daar. Die had zich best nog een beetje kunnen profileren daar, denk ik. Ja, die zit nu bij Zwolle, maar als zo'n jongen een beetje salaris krijgt, hadden ze best nog wel terug kunnen halen. Ja. Ik vind het best, Als Den Haag ergens bij Sparta uitspeelt, staat hij ook in het uitvak. Ja. Het blijft wel een adem, man, hè, Mike van Duinen. Ik denk dat hij. Ik sluit niet uit dat hij misschien ooit nog terug gaat komen. Dan moet er inderdaad wel wat centjes op tafel liggen. En ik weet natuurlijk niet de exacte bedragen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik hoor wat die jongens op dit moment bij ADO Den Haag verdienen. Daar wordt dan een beetje zuur over gedaan. En natuurlijk, het gras is altijd groener bij de buren. Maar dat zijn nog best redelijke salarissen, hoor. Volgens mij hoeven we geen medelijden te hebben met de spelers van ADO Den Haag. Ja, toch? Daar kom ik 's ochtends ook wel met bed vooruit, hoor. Kijk, en voor dat soort salarissen. En dan nog niet eens naar een speler van dezelfde kleur shirt ze kunnen spelen, ja dan. Ja. En niet eens een goede. Ah, kijk, ik vind het laatste seizoen is in Schoenendijk wel meevallen. Maar daarvoor dan had je ook trainers. En dan gingen ze in de aanval. En dan waren ze bijna bij de goal. En ik denk, nou ja, dan spelen we maar weer terug. We spelen maar weer terug. En binnen drie ballen. Ze waren bijna bij het strafschopgebied. En binnen drie ballen was hij weer bij de keeper. Ja, dan zit ik me te ergeren. Ja. Maar bij Groenendijk is dat minder. Maar waar ik me dan weer aan erger is dat. Bij corners van de tegenpartij, waarom moeten ze met z'n 11 achter staan? Waarom niet 3 man voor? Dan houden zij er ook 3 achter. Ja. Dan heb je ook minder mensen in het strafschopgebied. En bezoek jij nog steeds elke thuiswedstrijd? Je bent echt jarenlang op elke uitwedstrijd ook echt mee geweest, hè? In de jaren 80 ging ik, toen ze degradeerden, ben ik in 4 jaar tijd bijna iedere wedstrijd geweest. Heb ik ze in ieder stadion van Nederland gezien. Maar op dit moment alleen ik nog maar de... Ja, dat was af en toe geen pretje, hoor. Nee. Ja, en op dit moment thuis ook niet. Terwijl je denkt van thuis presteer je misschien toch wat beter. Maar in ieder geval fijn dat je achter de club blijft staan. En laten we hopen als we morgen zin en tijd hebben om richting de club te gaan. Voor dat mooie bescheiden salaris. Nee, goed. We steken er nu een beetje de draak mee. We gaan gewoon hopen dat het weer vooruit gaat. En dat die neerwaartse spiraal wordt afgekapt. En dat we gewoon weer volle vaart vooruit gaan. En dat we gewoon weer punten gaan pakken. En wat ik eigenlijk wilde zeggen. Als ze morgen naar de club rijden. Dan hoop ik dat ze nog even terugluisteren wat je allemaal voor adviezen hebt gegeven, Marcel. Ontzettend bedankt. Ja. En ik hoop dat je de volgende keer voor de buis of in het stadion weer een beetje kan juichen. Dankjewel, hè? Ja, komt goed. Oké, fijne avond nog. Hoi. Dit is Dossier Masterbroek. Op Den Haag FM. 100% Haags.